zit hier met Gerard Bierman. Gerard, jij bent dirigent van heel wat koren hier. En je hebt wat georganiseerd voor Oekraïne, een benefietconcert. Op de 22e zondag, 's middags om 2:30, hier in de kerk in Herpen. Hoe is dat zo ontstaan? Ja, dat is, je zegt nu, jij organiseerde, maar dat is natuurlijk... Ik ben eventjes de initiator geweest, ik heb het idee gelanceerd en onmiddellijk zijn er een aantal koren bijgesprongen. Dus het is niet helemaal meer mijn organisatie. Als je dirigent bent en je kunt eigenlijk verder niks, zullen we maar zeggen. En ik ben ook geen held, dus ik ga niet de oorlog in. Maar dan denk ik, wat kun je dan bijdragen? Ja, dan kun je muziek maken. En vanuit die muziek misschien iets betekenen, iets... ook geld ophalen samen met je koren, waar je iets mee kunt bijdragen. En dat betekent dat je dan, dat je waarschijnlijk ja, toch iets meer kunt betekenen dan alleen maar dat je zegt van oh, vind ik het allemaal erg, wat vind ik het verschrikkelijk wat er gebeurt. Door een heel klein beetje jezelf in dienst te stellen van ja, aandacht vragen, vragen om vrede, gebed om vrede, alle mogelijke manieren toch iets te kunnen betekenen op een hele kleine manier voor ja, Oekraïne of de vluchtelingen eigenlijk. Hè? Want we zeggen Oekraïne, maar je denkt natuurlijk ook in eerste instantie naar die mensen die hun huis moeten ontvluchten. Want dat is natuurlijk het meeste wat je in het oog springt als je dit allemaal ziet en leest. En die hier in de buurt opgevangen worden, waarschijnlijk. Hè? Misschien dat we er straks nog even over kunnen spreken. Mm-hmm. Dan, dat zou mij... Dat heeft mij een beetje ertoe geleid om dit in het leven terug te gaan organiseren. Nou ben je natuurlijk zelf dirigent van een aantal koren, maar inmiddels doen er ook meer koren mee, ja. 6 koren in totaal. Ja. Ieder koor zingt 3 nummers ja. uit hun eigen repertoire. Wat voor soort repertoire moet ik dan aan denken? Ja, in eerste instantie zijn de meeste koren die ik zelf dirigeer, zijn kerkkoren. Dus je kiest vanuit het kerkelijk repertoire. Is ook heel divers, hè? Want het zijn ja, natuurlijk. Ja, ja, het zijn ook andere koren. Hè. Ik heb een uitvaartkoor, ja, dat heeft een repertoire wat bij wat dramatischer gebeurt als een uitvaart past. Het gemengkoor van Herpen, dat heeft natuurlijk een vrij breed religieus repertoire. Van ja, je praat over kerstrepertoire, je praat over Pasen, Pinksteren, noem maar op. En daar kies ik iets uit wat een beetje bij het thema wat ik een beetje overkoepelend gekozen heb. Vrede, saamhorigheid, verbroedering. En dan heb ik kordaat, dat is vaak een Engelstalig repertoire, hè, maar toch ook wel vaak in dezelfde thematiek liederen zingt. Er is een Gregoriaans koor, dat natuurlijk een heel ander soort klank met zich meebrengt, maar wel ook vanuit Latijn kerkelijke muziek met zich meebrengt. En 2 andere koren, Schalmei en Lorelei, die hebben denk ik wat meer jong repertoire, wat algemener niet kerkelijk repertoire. Koren proberen rondom dat thema, vriendschap, verbroedering, hoop misschien ja, ook? Ik heb ze natuurlijk vrijgelaten. Ik heb niet gezegd, we gaan het thema opgelegd gebruiken. Dus ik heb ze vrijgelaten, maar ik verwacht wel dat ze allemaal beseffen waar het over gaat. En dat ja. je hier niet met, denk je, Eva Meij van Frans Bauer zo binnenkomt. Nee, natuurlijk niet. Nee. Dus, dat snap dus ik verwacht wel dat alle koren, en zo ken ik ook wel die dirigent, allemaal een beetje in die sfeer gaan denken van ja, waar gaat het over? Hè? Die vrede, die broederschap, de liefde, ook dramatiek. Hè? We hebben ook een nummer wat over sterven gaat. Ja, het past allemaal een beetje in diezelfde sfeer natuurlijk. Ja? Nou is het een benefietconcert, dus de bedoeling is dat er wel natuurlijk iets aan inkomsten komt, of inkomsten, ja. Een gift, zodat... Ja. Jullie daarmee, want jij bent niet alleen, je zit met meerdere ja. mensen in de organisatie ja. inmiddels.
dat jullie dat geld op een goede manier kunnen besteden. Ja, nou, we hebben straks nog even weer een bijeenkomst. Dan gaan we beslissen, wat gaan we doen? Gaan we entree vragen? Hè? Of schrik dat mensen juist af? Ga je aan het einde van met een mandje rond? Vind ik niet zo chic. Of ga je bij de kerk staan? Nou, daar moet ik nog even over hebben. Hoe bereik je het meeste je doel, zal ik maar zeggen. Hè? Wat is voor de mensen het minst afschrikkend? Want als je zegt, we gaan 5 euro of 10 euro entree vragen. Zijn er mensen die zeggen, ja, dat vind ik raar, of dat doe ik niet. Of zijn er mensen, jammer, ik wil wel meer geven. En dan heb je het misschien te weinig gevraagd. Dus daar moet ik nog eens even over hebben. Wat is de beste manier? Maar goed, we willen inderdaad wat geld bij elkaar halen. En dat zullen zeker geen 10.000 euro's worden. Dat hoeft ook niet. Het is een manier om vanuit onze gemeenschap laten zien dat we betrokken zijn. En ik denk zelf het meeste aan de vluchtelingen hier in de omgeving. Er zijn groeperingen, er zijn huizen waar vluchtelingen opgevangen worden. Ik geloof dat er in Os mensen opgevangen worden, in Schaik. Kun je daar met die soort comité's verbinding leggen? Kun je daar dan eens kijken van, ja, waar is behoefte aan? Hè? En misschien zijn er wel vluchtelingen die genoeg geld mee hebben gebracht, waarbij je dus niet zoveel, maar er zijn misschien wel vluchtelingen die zeggen, ja, we hebben echt alles achter moeten laten, we hebben niets meer, ja, alles is welkom. Ja. Dat zou het prettigste zijn als je hier in de buurt iets zou kunnen betekenen voor mensen die het hard nodig hebben. En de mensen in de kerk die komen luisteren, wil je natuurlijk ook een fijne middag bezorgen. Zeker, ja, zeker. Hè. Als muzikant wil je natuurlijk, als je muziek maakt, dat het ook nog mooie muziek is. Dus daar hoop ik ook nog op. Ik weet zeker dat alle koren een beste beentje voor gaan zetten. Ook omdat ze wel voelen dat het wel een plechtig moment is, een beetje, hè, als ik het zo mag omschrijven. Je doet dit niet zomaar om even een gezellige middag eens bij elkaar te komen, hoe leuk dat ook kan zijn. Maar je hebt duidelijk wel een doel en ik denk dat de mensen het ervaren. En ik vond het ook heel prettig als je van koor benaderde, dat eigenlijk bij iedereen al meteen zei van, nou dat gaan we proberen. Je moet natuurlijk eerst je achterban kunnen, de koorleden, want er zijn toch een paar koren helaas niet mee hebben kunnen doen, omdat ze uiteindelijk op zo'n dag, er is ook van alles te doen natuurlijk altijd, te weinig mensen echte zangers hadden. Dus als je op een gegeven moment maar de helft van je koor beschikbaar hebt, dan valt het niet mee. Maar goed, alle koren waren eigenlijk meteen heel enthousiast en wilden echt proberen om die bijdrage te gaan leveren. Dus dat is wel heel leuk, denk ik. Misschien kan je nog een oproep doen om mensen uit te nodigen om hier naartoe te komen. Ja, nou, aan allen die gehouden van mooie muziek en die ook meteen denken, hoe kan ik dan nog iets bijdragen, misschien heeft iedereen al een keer iets gegeven, hoe kan ik dan op een mooie manier, op een leuke manier toch nog iets bijdragen aan die vluchtelingen, aan Oekraïners, aan het herstel, misschien kunnen we het op een andere manier gebruiken. Welkom, kom luisteren, kom genieten en breng wat mee. Het is dus op 22 mei om 2:30 'smiddags in Herpen. In de kerk van Herpen, zeker. Nou, heel veel succes, Gerard. Dankjewel.